De eerste helft was een promotie van het zaalvoetbal. Het was genieten van beide kanten, veel doelpunten. De tweede helft was niet best van jullie kant, geen doelpunten. Teleurstellend. Ja, in eerste instantie absoluut teleurstellend. Eerste helft een, in mijn ogen een goede wedstrijd van ons. We waren fris, we waren fit. Konden het aan, we kregen goede kansen. Ja, in de tweede helft, als je terugkijkt, dan beginnen we niet goed. We lopen een beetje achter de feiten aan. We staan dat moment nog wel achter, geloof ik, 6-4. En ja, dan hoop je eigenlijk dat het niet valt aan de kant van de VDL, want dan wordt het natuurlijk een zwaardere opgave. Je hoopt dat we snel een goal maken en dat gebeurt niet en wordt het lastig, inderdaad. Tegen een ploeg als VDL is gewoon, wordt het gewoon lastig, zeker. Je krijgt wel de kansen, de bal, soms wil je er ook niet in, maar soms is ook volgens mij een beetje de scherpte leek wel vanaf. Ja, in de tweede helft, kijk, we hebben normaal een wat bredere selectie. Ik mis twee vaste jongens, vaste waardes, die toch een bepaalde ervaring met zich meebrengen in het team en ook wat meer rust. Ja, die misten we vandaag en dat zag je terug in de tweede helft. Kijk, de eerste helft konden we nog allemaal bijbenen. Ja, tegen VDL zie je toch dat ze ik moet zeggen, ja, zie je toch dat het wat zwaarder is. Dat de tweede helft hebben zij gewoon iets meer kracht dan ons en zijn zij gewoon wat zakelijker dan wij. En ja, we spelen voor het eerst mee in deze competitie en dit zijn ervaringen die we meenemen naar de rest van het seizoen. Niks aan de hand, maar wel een hele boze trainer volgens mij. Ja, ik heb het ook aangegeven in de kleedkamer. Dit is niet nodig. Hè. Als je kan vasthouden en door kan drukken, eerste helft, die staat in principe voor en dat moet je kunnen vasthouden. We hebben gewoon een lesje gehad in efficiënt afronden. En dat nemen we mee als ervaring. Dat heb ik ook aan de jongens duidelijk gemaakt. Kijk, het zijn jongens die voor het eerst met elkaar spelen. En je ziet dat de VDL gewoon al veel verder is dan ons. Ik bedoel, die spelen al een aantal jaar met elkaar. En wij zitten nog net in onze eerste fase in de Eredivisie. En ik verwacht dat wij de komende maanden toch wat meer vorm gaan geven aan het team. En dat de jongens die vandaag misten er ook bij zijn. Tot slot, even eindigen met een glimlach. Het is niet VDL, maar FC Eindhoven. Het is inderdaad FC Eindhoven. Het is, de term VDL zit gewoon ingebakken. Maar ja, ik hoop dat de mensen genoten hebben van het knooppunt. En wij zullen zeker nog meer van ons laten horen.